Na de eerste reeks van het reisprogramma Romancing the Globe pakken Erik de Vogel en Caroline de Bruin ook dit jaar weer hun koffers voor een nieuw romantisch seizoen. Als jij met je geliefde iets moois wil doen, een week of een weekend, wat doe je dan? Tortelduifjes Erik de Vogel en Caroline de Bruin verruilen ook deze zomer de GTST-studio voor de mooiste bestemmingen in een nieuwe reeks Romancing the Globe, van Oman tot Zweden. Het gaat vooral over gave dingen met z'n tweeën beleven. En zo'n reisprogramma is er eigenlijk niet. We waren daar te gast bij een Nederlander en die heeft daar een wilderness lodge. Daar kun je leren vliegvissen. En die heeft ook een meer, dat is gewoon zijn bezit. En daar heeft hij een ponton ingebouwd met een hutje erop, 2 persoons, slaapkamer in feite, met een huske op de veranda. En daar word je naartoe gebracht met een bootje en daar laten ze je weer alleen. Ik ga dit niet gauw vergeten. We zijn op zoek geweest naar beren met z'n tweeën. Dat is ook een mooie trip. Je moet je opsluiten een nacht lang in een hut, in de hoop dat je beren ziet. Acteren kunnen de twee natuurlijk als de beste, maar een programma maken blijft toch echt andere koek. Op het moment dat je zelf een programma van A tot Z maakt, is dat natuurlijk een heel, heel ander proces. En ik vind dat heel erg leuk, dat je dat ook kunt terugzien in het programma. Dat we er zelf ook gewoon ontzettend van genieten. We have to be very quiet, because we are in the middle of the bear area. Yeah, okay. Dat was het toppunt wat mij betreft. Deze reis wel, ja. Terwijl Erik en Caroline van Knekkebreud, de fjorden en vooral elkaar genieten, blijft dochterlief Solane thuis. Maar deze zomer mag ze wel mee op reis. Ik vind het heerlijk als de kinderen om ons heen zijn. En zolang ze zin hebben om met ons mee te gaan, is het voor ons prima. Voor je het weet, blijf je de mail checken en blijf je dingetjes voorbereiden. Dus daar moeten we wel elkaar even toespreken en echt afspreken dat we er even mee stoppen. En dat gaan we nu doen. Ja. Doei. Hele lange stilte. Ze doen het heel klein. Ze doen het heel klein. De tour die ze maken is heel gelukkig, klein. Ja, sorry. Ik dacht al. Heel ander programma. Ja. Ze doen het met een bus en ze hebben 1 cameraman, 1 geluidsman. Die rijden in een busje. Zij rijden een soort cabrio erachter. Het geeft lekker het vakantiegevoel. Hoeven ze niet na te denken. Kunnen ze gewoon de bus volgen. Ze waren op een gegeven moment in Parijs en daar wilden ze heel graag draaien. Maar je weet, in Parijs is echt alles duur. En het draaien ook. En ze wilden in het Louvre draaien. En toen dachten ze, hoe gaan we dat nou slim doen? Dus toen hebben ze of in de tuinen van het Louvre draaien. Kost ook al €800. Ze heeft Erik de Vogel heeft een mailtje gestuurd, waarin hij heel netjes uitlegt wat ze kwamen doen. Vonden ze zo leuk dat ze op dinsdagochtend het Louvre hebben opengesteld. Mm. Daar mag er namelijk geen publiek in. Hebben ze door een leeg Louvre, hebben ze dus mogen kijken, mogen filmen. Nou, dat vindt hij dus echt een fantastische ervaring. En terecht. Wanneer het op de buis is, is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat laten we natuurlijk gewoon weten. We wachten het af.